De samenwerking tussen Suriname en de Verenigde Staten van Amerika is op dit moment uitstekend, meende ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, Robert Foucher, in een gesprek met de nieuwsdienst. De diplomaat geeft aan dat er momenteel projecten tussen de landen worden uitgevoerd om vooral het investeringsklimaat voor Amerikaanse investeerders aantrekkelijker te maken. Er is veel werk aan de winkel, zegt Foucher. Het is maar een start. Ze hebben op bepaalde gebieden gekeken over de processes en hoe kunnen we die processes voor deze gebieden verbeteren. Bijvoorbeeld bij parking, dat is een van de processes. En dan de processes over de regels voor sewage en die soort dingen. Maar er zijn zoveel andere dingen te doen. En net als wat ik heb gezegd, ook over de banking en over de kind of investment capital processes, is er echt veel te doen. En dat zal echt goed zijn voor Suriname, maar ook goed zijn voor Amerikaanse bedrijven die willen hier investeren. De ambassadeur zegt verder dat er grote projecten gepland zijn met Suriname. Over enkele maanden gaat een groot agro-project van start. Well, we hebben de volgende project is in juni, hebben we een project over landbouw. En dat is om de kleine landbouwers te helpen in bepaalde gebieden ook, over banaan, makusa, plantain en iets anders, veel verschillende vruchten. En te zien hoe we kunnen de werk en de productiviteit verbeteren. Dus dat is de volgende project of dit soort, dat komt in juni of zo. De diplomaat merkt verder op dat Suriname en Amerika goede partners zijn. De band tussen de twee landen moet in de komende tijd verstevigd worden.